Yvonne Roos, wethouder van het Drechteland. Het Rijk dwingt de gemeente een aantal woningen te gaan bouwen. Voldoet de gemeente Drechteland daaraan? Jazeker. Maar wij moeten niet alleen gemeente, maar ook de regio. Wij hebben zelfs met de regio en de provincie een woonakkoord afgesloten. Dat wij tot 2040 16.000 woningen gaan bouwen. En wij gaan dat met elkaar verdelen onder de 7 West-Friese gemeenten. Ja, en lukt dat hier in de gemeente Drechteland? Dat lukt in de gemeente Drechteland. En waar zijn de locaties? De locaties zijn onder andere Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, Schellinghout, Weidenes, Westwoud. Eigenlijk onze, van onze 8 kernen zullen er 7 kernen zijn waar er gebouwd gaat worden. Of waar er al gebouwd is. En is het ook de locatie tussen het voormalige Valkenveld en de Markerwaardweg? Even kijken, dan moet ik even bedenken welke partij je bij de Koggenweg. Ja, er zijn 4 locaties bij de Koggenweg. We hebben nu natuurlijk 1 locatie die we als meest kansrijk vinden. Dat is het Centrum West locatie. En daar kunnen ongeveer circa 200 woningen. Maar dan gaan we eerst, want dat is de meest kansrijke locatie, maar dan gaan we eerst de verkennende gesprekken mee aan om te kijken hoe ver we daarmee komen. En dat zal fasegewijs gaan. En we gaan kijken van welke andere projecten kunnen we ook fasegewijs oppakken. We staan hier op een locatie van de voormalige Hemschool. De Hemschool, nou, die is weg. Ja. Er zijn dus nou plannen en die zijn ook uitgewerkt. Ja. Ze gaan in de verkoop. Ja. En wat moet ik me daarvoor voorstellen, die huizen? Er komen 6 woningen, 1 vrijstaande woning, 2 hoekwoningen en 3 levensloopbestendige woningen. Wat is een levensloopbestendige woning? Een levensloopbestendige woning is eigenlijk dat je er je hele leven kan wonen. Dus dat betekent met ook een slaapkamer op de begane grond, badkamer op de begane grond, zodat je er van jong tot en met oud in kan blijven wonen. Ja. Op de tekening zie je dus eigenlijk niet dat er een speelplaats komt. Ja, die komt er wel zeker. Er komt een speelplaats, maar die wordt samen met de nieuwe bewoners en de omwonenden van de Hemschool, wordt die samen ingericht. Dus met andere woorden, 2023 komen de bewoners en dan 2023, dan zijn we alweer 3 jaar verder, want het ligt al 4 jaar dat het braak. Hebben we pas een speelplaatsje voor de kinderen? Nee. De woningen gaan nu ook al in de verkoop. En zodra de nieuwe kopers er zijn, wordt er al samen met de landschapsarchitect de tekeningen gemaakt. Door de bewoners zijn al plannen neergelegd en overlegd. En dat was voor de jongere jeugd en de oudere jeugd zou hier wat gecreëerd worden. Ja. Waarom zijn jullie van die plannen afgegaan om toch weer overleg te gaan met de nieuwe bewoners? Nee, het blijft nog wel steeds hetzelfde, maar we vinden het wel net zo netjes om ook de nieuwe bewoners erin te betrekken. Want zij moeten natuurlijk ook echt er tegenaan gaan kijken. Dus we vinden het wel netjes om die daarin mee te nemen. Wat misschien nog wel leuk is om te vermelden, is dat we natuurlijk de tegelwand, hè, die zo heel bijzonder was in de Hemschool. Daar zijn mooie foto's van gemaakt. En in overleg met de omwonenden zal die ook een plek krijgen in de openbare ruimte van de speelplek. De overhaal, die zijn in de verloting gekomen. Ja. En er zijn ook kandidaatwoners. Hoeveel woningen zijn daar nu gecreëerd? 34 woningen komen daar. Oké, en daar was grote belangstelling voor? Ik heb begrepen dat er 255 inschrijvingen zijn geweest zelfs, ja. En welke criteria heeft de gemeente bedacht van de verloting? Moesten de mensen economisch verbonden zijn met de gemeente Drechteland? De gemeente die gaat er niet over, want het is echt vanuit de projectontwikkelaar. Daar heeft de gemeente zelf niets over te zeggen. Dat is aan de projectontwikkelaar. Wel hebben wij meegegeven dat we het toch wel heel fijn zouden vinden als een groot deel van de woningen voor de eigen bewoners zou zijn. En dat is ook meegenomen door de ontwikkelaar. Hoeveel procent voor de eigen bewoning en hoeveel procent voor de mensen uit buiten de... Nou, de exacte weet ik niet, maar een groot gedeelte van de woningen zijn echt naar mensen uit Hemvenhuizen, maar ook uit de overige kernen van Drechtland gegaan. De nieuwste plannen zijn achter het voormalige gemeentehuis. Ja. Hoeveel woningen komen er daar? Daar komen 16 tot 17 woningen. Dan is er ook nog een plan en er is nog behoorlijk bezwaar op door de inwoners van Venhuizen en de bewoners van het Wijver. En dat is achter het Wijver, dus parkeerplaats tot aan
de Westerkerkweg. Ja, dat is het Centrum Westplan. En hoeveel woningen moeten daar komen? Nou, daar kunnen, maar daar gaan we nog echt in gesprek over. Ongeveer 200 woningen. Maar dat wordt echt verdeeld over fases. Dus dan moet echt gaan kijken van welke fases, hoeveel woningen gaan we per fase bouwen. Maar daar zijn we echt nu pas echt in een heel verkennend stadium mee bezig om daar de gesprekken met de projectontwikkelaar mee te voeren. Dan ook bij de spuiterij voormalig De Graaf. Ja, daar zijn de ook ontwikkelingen. 114, 116, ja. En hoe gaat het daarvoor? Daar is de planning 11 woningen. En dat is door het college goedgekeurd en het wordt nu in de regio afgestemd. Oké, Weidenes, daar wordt achter het monument ook nu huizen gebouwd. Hoeveel zijn er daar en zijn alle kavels al verkocht? De kavels zijn allemaal verkocht. Het aantal woningen zit volgens mij op 62, eventjes zo snel uit mijn hoofd. En dat loopt heel erg goed. Daar heb ik, ongeveer anderhalf maand geleden volgens mij de eerste paal geslagen voor de eerste vrijstaande sectorwoning. En dan Schellekhout, waar komen daar de woningen? Daar hebben we op de voetbalvelden die leeggekomen zijn, daar zijn we plannen aan het maken voor het bouwen van woningen. En er komt natuurlijk een MFA bij het dorpshuislocatie en daar willen we ook nog 10 senioren appartementen bouwen. En dan verder nog in de gemeente? Zijn er nog verder plannen? Plannen zijn er altijd. We hebben natuurlijk Westwoud waar we nog bezig zijn met een MFA en daar woningen ook bij te bouwen. Wat is MFA? Sorry, excuus. MFA is een multifunctionele accommodatie. Dat betekent dat we naast een sporthal ook een school met meerdere verenigingen en een kinderopvang en dergelijke allemaal, dat allemaal bij elkaar zit. Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden, daarom hebben we ook de visie op Drechteland vastgesteld, is dat wij willen zorgen dat elke kern vitaal blijft. En dat elke kern toch wel een school, een sportzaaltje en een dorpshuis heeft om elkaar te ontmoeten. En daarbij zijn Hoogkarspel en Venhuizen vooral de krachtige kernen. En waarbij vooral wat meer voorzieningen zijn, zoals een winkelvoorziening, een supermarkt, etc.